Ja, toch? See, my fucking guy. Come on now, my Andy, man. Zo, precies zo moet je hem gooien, man. De alle tijden, broer. De alle tijden moet je hem zo. Je bent op de blok. Yo. Kom eraan, man. Zie je zo. Lekker man! Lekker man! Oh shit! Hoe is het? Goeie ontvangst daar hoor! Hier, colaatje voor jou. Ja, heerlijk. Nou, moet je niet inzetten. Is hier je bedrijf? Ja, precies hier. Zie je niet? Djanga Lijpo, Campy, Rotjoch, HB. Dit is een mediapark, is dit. Oh, je werkt met hun allemaal? Ja, hun komen bij ons gewoon af en toe sessie doen en samenwerkingen. Oh, je hebt studio hier? Ja, meer. Studio. Podcastruimte, muziekstudio, hier gebeurt van alles. Soms heb je dan beneden heb je een fotoshoot en dan heb je, maken mensen promoties bijvoorbeeld van schoenen. En dan heb je weer trouwerijfoto's en dan heb je weer OnlyFans content. Oh, dat gaat dus, lekker dus. Ja, voor alles gebeurt. OnlyFans ook? Ja, OnlyFans ook. Ga je kijken dan? Nee, dat doe ik niet, man. Die deur kijken zo. Nee, ik begeleid het alleen maar. Ja. En ik maak schoon. Oh, jij moet je ook weer schoonmaken? Ja, tuurlijk. Oh. Ik denk, hij gaat wel kijken. Nee, we kijken niet mee. Zelfs met die trouwerijfoto's kijken we niet mee. Dat begrijp ik. Dat zou ik ook niet doen. Dat is einde leven. Maar als je gaat trouwen. Nee, maar OnlyFans? Ja, ook OnlyFans daar. Wie dit wel? Ja, dat weet mag ik niet, man. Mag je niet zeggen? Nee, kan ik niet zeggen, man. Nee. Maar misschien ken je ze wel van het net, hè? Ja. Dus ben je daar lang dan ben je bezig de hele dag? Werk je of hier? Of gewoon een paar uurtjes per dag? Ja, op en af. Dan kom ik weer. Bijvoorbeeld, iemand gaat een sessie doen, dan ontvang ik ze. Ja. En dan even praten en dan doen ze hun ding. Ja, dan kun je gewoon je eigen gang gaan. Ja. Dus het is een mediapark eigenlijk. Ja. Daar doen we ons ding. Lekker man. En is het voor jou? Ja, van mij Sven. Dat is mijn compagnon. Sven? Ja. Sven die Paling. Sven? Dat is mijn compagnon. Dus, Lekker man. Ja, maar lekker bezig. Ja, zeker. En wat nog meer? Wat ga je nog meer doen? En ga je nog boksen een keer? Ja, dat denk ik. Ja, misschien wel. Heel eerlijk gezegd. Ik moet een rematch hebben, begrijp je? Ik was de enige die niet tegen een influencer stond, begrijp je? Dus hij was vechter gewoon, hè? Hij was gewoon een matter. Ja. Ja. Hij was kickboksen, toch? Ja. Hij was wel goed, ja. Hij was wel goed, ja. Maar je zag dat ook dan, hè? Als jij tegen een influencer staat, is heel anders dan dat je tegen iemand staat die al jaren vecht, man. Tuurlijk, maar nu, na die partij, kwam ik weer in een partij terecht. Oké, dat ging niet zo lekker, toen kreeg ik hem op mijn achterhoofd. Oh? Ja, dit was ook niet zo fijn. En daarna dacht ik, nu is het afgelopen. Ja. Nu gaan we gewoon hard ervoor. En jij dan? Ja, Melvin wil ik gaan vechten, hè? Doen. Ja? Doen. Ja? Doen. Maar is het een lange voorbereiding of niet? Ja, ligt eraan hoe je het gaat aanpakken, man. Als je denkt dat komt wel goed, moet je gewoon blijven vreten. Maar dat is juist moeilijk. Ja. Kijk, je moet discipline hebben. Discipline, motivatie moet je ook vinden. Godsamme, man. 7 uur 's ochtends rennen en dan weer klappen ontvangen tijdens het sparren en dan weer. Ja, ja. En kijk, het is moeilijk, want we doen toch wel tv-dingetjes. Dus af en toe heb je een dikke oog. Ja. Ja, dit is vervelend, begrijp je? Ja, maar het hoort er wel bij, man. Maar heb je wel zin om het te doen? Ja, ik zit te twijfelen, man. Tegen wie zou je willen dan? Ja. Ik weet niet. Ik moet wel tegen een influencer ook of zo. Ik kan niet echt professioneel. Dat ben ik wel, maar het is niet leuk voor hem toch? Nee. Weet je tegen wie jij zou moeten? Wel. Jij zou tegen Donnie moeten, man. Maar die is actief en die is fit, hè? Die Donnie Roefing. Oh, Donnie? Ja. Ja. Maar hoeveel weegt hij dan? Zelfde als jou, denk ik. 110. Nee, hij is minder, man. Ik zag hem van de week nog. Hij is, ja, jij bent ongeveer 110, toch zo? Ik ben 105 nu. Ja, zie je het goed dus. Ja. Oké, okay, wel mooi, die zwaargewicht. Of QC. Ja, QC wel, ja. QC, toch? Die is wel leuk. Maar hem hebben ze ook 100 keer gevraagd, maar ik denk... Hij is bang, hè? Amsterdam is... Kakkelak! Hij is een goede jongen, hè? Ja, je bent gelijk in een goede stad ook, begrijp je? Ja. Hij zit bij hetzelfde management als ik heb.
Jij hebt management ook niet, toch? Nee. Heb je geen management? Nee. Doe je alles zelf? Zelf. Goed, man. Ja, ben je druk? Ja, ik heb ook veel kinderen. Dus... Hoeveel? Ja, veel, man. Ik ook. 5+. Ik heb 5. Ja, ik heb 5+. Ik heb 5 bij 5, hè. Meen je niet? Ja, bij 5 vrouwen? Ja, man. Dat is echt vervelend, man. Dan moet je wel hard werken. Ja, die moet nagaan. Als ik ze op zaterdag wil hebben, moet ik donderdagavond beginnen met rijden, man. Op donderdagavond moet ik beginnen met rijden, anders red ik het niet, toch? En allemaal Amsterdam ook? Nee, ook niet. Buitenland? Nee, hier in Nederland. Maar ja, het zijn toch wel dan daar 2 uurtjes, dan daar. Ja, dat is gezeik, maar Andy, man. Ja, weet ik wat. Heb jij ook bij 5? Nee, ik heb bij 3. Ja, dat is toch goed. Ja, ik heb 2. Ben je volledig Nederlands? Of dat niet? 2, nee, ze zeggen wel eens dat ik een Suriname ben. Als ik onder de douche sta, ook zeggen ze. Ik ga even wachten met douchen, Andy. Ja, mooi, man. Dus ja, hoezo wou je niet met de koos doen? Nee, man. Voel je niks, hè? Ja, in het begin wel, maar daarna trek je hem toch weg, begrijp je? Ja, mag niet meer, hè? Ja, maar of het is zo, of het is een kind, man. Nee, dat mag kind. Dat mag kind, man. Risico. Man. Ja, man. Risico. En je hebt ook dingen meegedaan, Mokromafia. Ja, ook. Wat las ik dan? Opsporing Verzocht? Ja, Opsporing Verzocht. Zo is het begonnen allemaal, man, eigenlijk. Man. Hoe dan? Wat was je aan... Kijk, hiervoor was ik gewoon drugsdealer. Ja, was je drugsdealer? Ja, en ik had helemaal niks met media. Totaal niet. Nee. Totaal niet. En op een gegeven moment maakte ik een foto met een maatje van me. Ja. En toen kreeg hij een bericht. Van, hey, wie is dat? Wie is die jongen die naast je staat? En hij is gewoon gelijk van, hey, no, maar, hey, ik weet niet wie het is. Maar, jawel, je staat toch met hem op die foto? Ja. En hij belt mij en zegt, hey, Goudje, luister dan. Volgens mij zoeken ze je, man. En ik zeg tegen hem, zie, ik maak 1 keer een foto met jou. 1 keer! En ik heb gelijk problemen, man. Gelijk ben ik op de radar. Ja. Ja, oké, een tijdje gaat voorbij. Dus man, het zat me niet lekker. En toen zei ik tegen mijn mensen van, hé, hoor dan, ik ga me melden, man. Yeah. Ik bel die grapje weer op. Van, hé, kom, laten we even kijken wie het is. Ik moet weten precies. Ja, tuurlijk. En toen stond er een soort adres bij, Brouwersgracht. Dus ik loop naar Brouwersgracht met hem met tas. Ik had ook hasje al geslikt. En ik... Wat dan? Hoe zou je hasje geslikt? Dacht je net... Gewoon balletjes. Ik denk, ik ga naar binnen, begrijp je? Ja, ze zoeken me. Oh, zo! Ja, toch? Dus... Dan heb je wat over nog. Als ik binnenkom, moet ik gelijk kunnen bellen, begrijp je? Oké, dus nu... We gaan naar Brouwersgracht. We lopen naar binnen. Maar ik stond voor zo'n pand, dus ik dacht van, oh, dus hier zitten die teringleiers, maar undercover, begrijp je? Ze houden hier alles in de gaten. Want ik vond het daar raar, het is geen politiebureau, maar op dat moment ben ik gewoon verblind. Ik denk van, shit, maar alles stopt waar ik mee bezig ben. Ja. Ik loop naar binnen, ik zeg tegen de vrouw, ja, ik moet me hier melden. Ze zegt, wat moet je hier melden? Ja, jullie zochten me. Ze zegt, zochten jou. Ik haal die mattie erbij, ik zeg tegen hem van, hey, laat even die foto zien. Ik zeg, oh, je bent er. Ik zweer het, ik heb niet verder gekeken dan mijn neus lang is. Yeah. No lie, dit is echt de true story. Ik zeg, je bent er. Wat dacht je dat het was? Ik dacht, ja, jullie zochten me, dit politie, dit, dat. Ik zeg, ja, we zijn een castingbureau. Jij ging al vanuit het slechtste vanuit. Begrijp je? Ja, weer foto's maken, ze halen mensen erbij, ik maak foto's. En toen vroeg ze van, wat zochten jullie me? Ja, je voldeed aan de postuur van een... Van een crimineel. Wat ben je nodig voor Opsporing Verzocht? Nah. Nee, niet. Ja. Zo is dat gegaan. Ja, zo is het gegaan, man. Maar ook tussendoor zeiden mijn maatjes af van, hey, je moet jezelf op beeld zetten, maar je hebt volgens mij niet door hoe je bent. Ja. Ja, ik weet natuurlijk wel hoe ik ben. Ja. Maar niet dat het zo zou uitpakken, man. Mooi toch? Dus het is echt veel, het is echt die funny sketches en film en alles kwam erbij, man. En die straatinterviews. Dus, En had je toen rasta? Ik had toen rasta. Ja. Hé, je bent toch dol? Ja, maar toen was het, ik had een stukje gezien, toen kwam toch die junkie, die zei toch van... Goudlokje. Goudlokje, ja. Ja, maar ja, dat was dus toch kut nou, man. Wie noemt zichzelf nou Goudlokje, man? Kan niet bij je man zoals jij. Ja, man, dan is dat is geen goede drugsdealernaam, begrijp je? Goudlokje, nee, maar dan val je gelijk door de mand, man. Als jij zou drugsdealer, zou je jou zilver kunnen noemen. Een goudlokje ook. Ja, als ik haar had. Ja, dan moest je een lokje hebben, ja, maar lokje. Nee, maar door die dreadlocks waren goud van kleur, soort van. Ja. Ja, toen kwam die naam, hè. Toen zei ik, no, maar geen goudlokje, man. Toen ging ik weer verkopen. Zei ze, het wordt goudje. Ja. Die naam is blijven hangen, man. Mooi. Ja. En nu goudje. En nu goudje. Samen. Ja. Mooi, man. En even kijken, wat wil je nog? Want je hebt nu die casting, nee, je hebt geen casting, maar je hebt allemaal... Mediapark. Mediapark heb je. Wat, en de film, je gaat een film maken ook en zo? Ja, ik speel in meer dan 40 films
Nee, maar zelf, wou je zelf film maken toch? Ja, maar daar heb ik er al heel veel van gemaakt. Zo, dat nee, was maar echt voor de bioscoop? Ding. Ja, bioscoop, maar ja, dan moeten ze me gewoon casten, man. Dan moet ik gewoon mijn ding doen, begrijp je? Ja, 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 ja. Dus wanneer die audities komen. Ja, ik heb een paar audities gedaan, maar ik kom niet door. Ik weet niet waar het aan ligt, man. Meen je? Ja, ik ga niet weten waar het aan ligt, man. Ik heb een keer zelfs allemaal tatoeages weggehaald, wilden ze het opnieuw doen. Toen ook niet, man. Hey, maar even kijken. Had je nooit gezeik gehad dan met als jij, zeg maar, als figurant, zeg maar, in die, hoe noemen we dat, die opsporing verzocht zat? Nee, heb je nooit problemen gehad met die gasten die dan nee, voordeed of zo? Nee, dat niet eens. Want op een gegeven moment speelde ik ook gewoon. Met bivakmuts deed ik het ook gewoon, begrijp je? En ik vond het aan van, hey, waarom blijf ik hier hangen eigenlijk? Maar de productie die vond me gewoon tof ook, begrijp je? Dus ik bleef gewoon hangen van, hey, nee man, hij speelt hem ook maar met bivak, je weet toch? Dus ja, maar antwoord op je vraag, dat andere mensen naar me toe kwamen van, hey, je speelde mij. Nee, dat nooit gaat, man. Oké, nee, voor jou was automatisme toch? Dat was niet moeilijk toch? Nee, je moest gewoon jezelf zijn. Ja, ja man. Iedereen plat nu! Ja nee, maar het ging wel makkelijk man. Ja, dat ging wel makkelijk. Godsamme! Ja joh. En, tering. En je zoontje, is dat nou je zoontje die ook in de auto zit? Ja, dat is één van ze man. Oké, die is ook leuk, die is grappig. Hij doet het goed hè, hij doet het goed. Alleen ja, ze denken dat hij 8 is man nu. Hoe oud is die? Hij wordt 15. Meen je, hij is klein hè? Hoe oud dacht jij dat hij was dan? Ik dacht 12 zo ongeveer. Ja, dat is nog goed, maar sommige mensen denken dat hij 8 is. En die sketches die wij aan het doen zijn, ja, dat is toch wel. Is toch wel ruw. Yeah. Begrijp je? Yeah. Is toch wel ruw. Hij rijdt toch een auto op? Ja, ook, zie je, begrijp je? Maar ze denken dat hij 8 is, want kijk, de laatste sketch die hij had gedaan, die was niet zo goed gevallen. Toen werd hij ook in een groep gegooid. Yeah. Ja. In een vrouwengroep. Ja, daar zitten bijna 1 miljoen vrouwen, begrijp je? Hoe? Ja, hij had een sketch gemaakt, maar dat heeft hij met zijn vrienden gedaan. Ja. Begrijp je? Maar die was wel een beetje. Die was echt ruw, zeg maar. Ja. Die was echt ruw. Hij zit met zijn vrienden in de auto. 2 vrienden van hem voor en hij achter. En hij komt in die auto en hij zegt tegen ze: hé, jullie hadden gelijk, man. Ik had mijn condoom moeten gebruiken, want nu heb ik zoa. Begrijp je? Maar in die vrouwengroep zegt van ja, in plaats dat hij iets educatief leert, zegt hij dit. Maar ja, ik daar weer op mijn beurt zeg van ja, als je met 2 vrienden in de auto zit. Bijvoorbeeld ik zit met jou in de auto, toch? En jij zegt tegen me, hey, goudje, luister dan, ik heb een meid gezien. Ik wil met haar seks hebben, man. Ja. En ik zeg tegen jou, nee, man. Oké, kan wel, maar gebruik je condoom. Want als je geen condoom gebruikt, dus ik leer jou ook eigenlijk iets, begrijp je? Maar voor die vrouwen is dat weer helemaal verkeerd gevallen. Oh. Begrijp ik ook ergens wel. Wow, dus dan hadden ze poster, zijn foto hadden ze in die groep gedeeld. Dus ik zei gelijk, hé, je hebt het gemaakt, man. Ja. Hey, je hebt het gemaakt, man. Dus eerst dacht ik nog, ga ik respons geven? Dacht ik, nee, man. Alles wat ik doe is ongemixt, ongemast. Het is gewoon puur. Ja, het is wie ik ben. Ja, begrijp je? Ja, dus. Want dat is mooi, hè? Dat je gewoon jezelf blijft. Ja, ik blijf gewoon mezelf, man. Ja. Heb je al eens vastgezeten? Ja. Ja? Ja. Vaak? Ja. Ja, ik ben vaak opgepakt. Ik heb 3 lange straffen gehad. Hoe lang? 1 keer 17 maanden. Oeh. 1 keer 9 maanden. 1 keer 6. En ik denk wel 25 keer 3 dagen, man. Dat is kut, hè, of niet? Ja, ik weet niet. Heb jij nooit vastgezeten? Nee, één keer. Op een bureau, toch? Ja, 1 keer bureau. Moest ook die fetus en zo uit je schoenen. Die moest ik, ochtends om 9 uur mocht ik weer weg. Wat had je gedaan dan? Ja, ik ging stappen in Amsterdam, had ik een portier bedreigd. Toen werd ik gelijk zo door undercover agenten die stonden naast me. Die van, ik klets. Maar hoe bedreig je dan? Ja, ik ging gewoon stoere schreeuwen en zo. Wat wil je dit, dat? Want ik was boos, want ik gaf hem altijd tip. Als ik wegging, gaf ik hem altijd 50 euro, weet je wel. Dus ik kwam daar, was ik met wat vrienden, liet me niet binnen. Toen werd ik helemaal gek. Maar hij wist wie je was? Ja, want ik ja dat wou hij leuk doen. Ja, maar ik gaf hem elke week, of elke keer als ik daar was, gaf ik hem altijd 50 euro voor een tip. Gewoon, dankjewel man, en dit en dat, weet je wel, ik herkende hem gewoon. Wilde hij me niet binnen laten? Ik zeg, wat is dit nou, man? Ik ben helemaal gek. Nee, geen bedreigen. Ja, weet je. En toen was het klaar. Ja, als je hem had geslagen, dan zou het de andere verhaal zijn, maar zou je 2 weken zitten, man. Ja, 2 weken. Ja, 2 weken sowieso voor mishandeling. Als hij dan aangifte ook doet, hè. Ja. Maar ja, Maar doe spreken ook Duits? Oh, einde biet. Een beetje, ja? Ja, maar ik kan totaal geen Duits houden. Nee? Maar ik ben wel half Duits. Dus ja, wie is Duits in je familie? Je moeder of je vader? Mijn vader is Duits. Je vader Duitser? Ja, mijn vader is Duitser. Oké, je moeder is Surinaams? Ja, hij hield van zwarte vrouwen, man. Ja. Hij hield van zwarte vrouwen.
Ik ook, ik heb ook al. Ja? Dat doe ik al vrouwen gehad. Ja, man. Ja, maar jij bent weer. Maar, ja, ik zat in Amsterdam op school. Waar van Amsterdam zat je op school? Ik zat bij. Even kijken, bij. In Oost. Watergraasmeer. Watergraasmeer zat ik. Ja, ik, hoe heet die school ook? Ja, hoe heet die school, man? Niet MCO. Ja, ik weet precies welke school je bedoelt. Ik weet ja, waar je bedoelt. Ja, ja, daar zat ik op school. En dan ging ik gewoon met die meisjes. En dan had ik één meisje thuis en dan ging die weg en kwam die andere. Ja, mijn moeder werd helemaal gek. Godverdomme, wat een gezeik hier met al die wijven. Hou er mee op. Ja, opbouwen bij één. Ja. Maar dat kon je ook niet, hè? Nee, dat niet. Ja, dat was ik nog jong, want ik was 15, 16 jaar. Ja. Ja. Alleen maar experimenteren. Experimenteren. Ja, toch? Belangrijk. Ja. Ja, maar mijn vader is Duits, man. Ja. Mijn vader is maar Duits. Maar jij hebt nooit. Spreek je vader nog? Woon ze samen nog? Nee, ze wonen al lang niet meer samen. Al lang niet meer, maar. Woont hij in Duitsland? Nee, in Peru. Peru. Peru? Oh. Ja, hij woont in Peru. Hij heeft daar zaken. Dan moet ik heel eerlijk zijn. Ik denk van. Wanneer was ik ook alweer? 25. 4. Oh, ik heb hem 10 jaar geleden voor de laatst gesproken. Oh. Ja. Dus niet even bellen en zo ook? Nee, moet ik niet hebben, man. Nee. Was slecht of zo? Ja, slecht. Was hij slecht voor je? Ja, niet voor mij. Voor je moeder? Ja, mag ja ook niet. Ook je mag gewoon zeggen. Ja, tuurlijk. Nee, bij mij is alles puur, man. Was daar ook niet. Hij was daar ook niet goed, zeg maar. Nee. Begrijp je? Hij was daar ook niet goed. Maar ja, mijn moeder deed ook natuurlijk niet de beste, zeg maar. Mijn moeder deed ook gewoon dingen die eigenlijk niet door de beugel konden. Ja, je moet nagaan, mijn moeder is ook, had al 2 kinderen. Ja. En dan toen kwam ze mijn vader tegen. Dacht ze, hé, witte man, ja, maar stabiliteit. Had ze de verkeerde witte? Had ze de verkeerde witte, begrijp je? En hij had al een vrouw. Alweer? Ja, maar mijn moeder dacht, geen stabiliteit, had dat hotel en dit. En mijn tante vertelde dan van, ja, man, iedere kamer waar ze kwam, was mijn moeder bezig. Maar mijn moeder was op een gegeven moment wel echt gek op hem. Ja. En mijn vader natuurlijk op mijn moeder. En toen dacht ze van, hé, als ik misschien een kind krijg, dan kan ik blijven. Nou ja, dat pakt even verkeerd uit. Ja, dat pakt even verkeerd uit. Dus, ja. Heb je nog broertjes of zo? Ja, ik heb nog een zusje dan erbij. Oh, zusje. Ja, we zijn met z'n vieren. Dat gaat gewoon nu goed. Ja. Het was eerst anders. Altijd overleven, toch? Ja, man. En ik kon nergens naartoe. Gewoon Amsterdam, toch? Ja, Amsterdam. Gewoon geboren, getogen. Ja. Het is moeilijk thuis gewoon struggelen. Ja, het was moeilijk, maar ja, dan kom je toch op een soort leeftijd dat ik denk van, hé, wacht even, ik moet mijn moeder ook helpen. Ja, ja, ja. En dan ga je stappen maken die soms niet, die niet goed zijn. Ja. Maar ja, het heeft me wel gemaakt tot de man die ik nu ben, ja, begrijp je? Ja, ja, ja. Look at me now. Ja, precies. Je bent echt omhoog, hè? Ja, ja, ja. Jezus, man. Ja, en gewoon, ook gewoon door die... Waar ben je mee begonnen? Met die sketches op met die sketches, ja. Alleen op TikTok of gewoon op? Nee, TikTok. Ik heb niet meer nagaan. Op TikTok heb ik nu ongeveer 140.000 volgers, zoiets. Ja. Maar op TikTok heb ik maar 12 sketches of zoiets. Nee, niet. Ja, die heb ik echt pas. Ja, ja. Dus zo hard gaat het altijd. Ja, zo hard. Ook. Ja, die volgers ook, man. En je moet nagaan, toen ik met Instagram begon, ik ben gewoon letterlijk vanaf 1. Ik heb nooit iets gekocht of wat dan ook, begrijp je? Nee, geen volgers. Gewoon niks. Bij mij is gewoon echt... Puur gewoon. En, je ziet veel, ja, hè, mensen. Ja, man. Echt veel. En wat het is, ik maak entertainment, begrijp je? Ik ben toegankelijk. Shout-out naar mijn rappers en mijn kickboxers. En, begrijp je? Ja, dus, ja. Kijk, als je mij tegenkomt, je weet wat ik doe. Of ik ren in boxershort in een mediapark, of ik ren daar weer over straat, of ik word daar weer uit huis gegooid, of mijn kleren vallen daar weer. Begrijp je? Of ik ben opeens weer aan het masseren van een grote reet. Begrijp je? Ik maak funny sketches, dus ik ben voor menselijk. Oh. Ik ben voor de mensen toegankelijk. Begrijp je? Ja, ja, ja. Dus, luister, ik zag dat ene filmpje bij jou, maar dat meisje bij jou op bed sprong. Dat jij. Oh ja, toch? Wat zei je vrouw? Als ik dat zou doen, hè? Is toch zakelijk? Is toch zakelijk? Is toch zakelijk? Zeg ik ook als ik een beetje. Ja, oké, maar stel je voor, je gaat nu in een film spelen. Ja. Andy, luister goed, je gaat nu in een film spelen. En je krijgt de scène dat je een soort seksscène moet doen. Ja. Hoe zou jouw vrouw daarop reageren? Ja, als ik genoeg geld krijg, is het maar goed, maar... Dan is het zakelijk. Ja, dat is zakelijk. Ja, mensen, ze zijn niet zakelijk. Nee. Mensen, dat jij maandagochtend wakker wordt, je denkt, ik maak even die Instagram open en dan zie je, bam. Ja. Oh,
Maar dat is maar eentje. Heb je de metro gezien? Nee, ja, ik heb een paar gezien. Ja, maar de, ja, en die metro heb ik niet, die was ik aan het zoeken, man. Ja, die metro, dat je vreemd ging, toch? Oh ja, toen was invalide, ik moest er helpen. Ja, ja. Ze dacht dat ik in de nek aan het kussen was, man. Maar ik was daar aan het helpen. Ik zei tegen haar in de oor, gaat het? Maar ja, dat viel ook. Die kunnen we wel erin monteren. Dat is wel leuk. Ja, laat maar zien. Goudje, wie is dat? Wie is dat? Ze is invalide, schatje. Vandaag ga je schande krijgen, je koude dagoe. Ze is invalide. Deze koude dingen doe je, je was niet thuis. Wie is die koude meid? Wie is die koude meid? Kijk hoe deze koude jongen hier liegt toch. Je liegt, jij liegt gewoon, je koude joe. Jij liegt altijd. En daarom film ik je pampang vandaag. Dat iedereen koude ziet. Hoe jij koude. Ze is invalide. Kolen, wil je nog liggen in de fucking metro? Als jij het even doorstuurt. Stuur je voor je dom, man. Ja, maar dat zijn zoveel sketches, man. McBami. Het zijn echt. Is hoe, niet kom je daar, hoe kom je daarbij dan? Hoe bedenk je dat zelf? Zie ja, je ik het bedenk het zelf. Sommige zie ik. Yeah. En die verander ik dan helemaal. Maar veel is gewoon origineel, man. Uh-huh. Is origineel, man. Is, ja, dus maar, ik word gewoon wakker, ik word gek wakker gewoon, man. Ik denk even, nou ga ik dit doen. Ja, ja. Maar dat is toch mooi? Dat ja, is toch creatief? Dan kan je gewoon jezelf zijn en lekker... Als je denkt van, ik ga nu dit opnemen, want je hebt gewoon eigen cameraploeg, alles. Ja, alles. Ik heb alles zelf, man. Het is gewoon de zaak, man. Ja. AB, dus daar doen we alles. En hoe ben je zo begonnen dan? Want als je geen geld hebt, je wil een bedrijf starten. Ja. Hoe ben je er geld gekomen? Ja, dat is... Geen knippen. Oké. Okay. Kijk, je moet nagaan. Voordat... Ik ben pas 4 jaar in de game, hè. Ja. Pas 4 jaar. Ik heb gewoon meegenomen wat ik al weet. Ja. En dat is gewoon true zijn, real zijn. Ja. Mezelf niet voor de gek houden. Nee. Anderen voor de gek houden. Begrijp je? Maar... Gewoon voor mezelf beginnen van, oké, luister, ik heb dit erbij, dit is mijn rug, die staan achter me, die staan achter me. En dan ga ik mijn cameraploeg ga ik beginnen te betalen. Mm-hmm. En dan krijg ik aanbiedingen, dan krijg ik promoties en dan krijg ik mijn eigen boekingen door mijn straatinterviews. Op een gegeven moment ga je wat neerzetten. En dan begint het harder te lopen. En dan kan je geld zetten om een zaak. Ja. Je had kamer voor ons geboekt, hè? Waar? Hier van de Valk. Van de Valk. Wat is daar? We worden geen geintjes uitgehaald, toch? Of niet? Nee joh, nooit man. Ik dacht, hij wil iets doen met mij. Nee, ik was een beetje behoeden. Ik denk, hij gaat Nee. Wat komt het nog? Nee, echt niet man. Heb je pijp bij je? Pijp? Ja. Welke pijp? Je wapen? Ik heb wel één. Een knife? Je moet altijd wat bij hebben. Nee, ik ben een illegale wapendrager, man. Dus het zit goed. Ja, ja? Ja, man. Het zit goed, man, bro. Nee, maar luister. Ja, op een gegeven moment zit ik met mijn compagnon en zeg, hey, ik ga een zaak beginnen. Ja. Ik zeg tegen me, ja, van die investering wat jij hebt, daar kan ik nog niet eens een tiende van zetten, man. Hij zegt, maak je niet druk. Komt goed. Ja. Op een gegeven moment... zegt Sven dan natuurlijk van, hey, hoor, dan we zijn zo ver, man. Dit is van jou. Niet van, dit is van jou, van, het staat op mijn naam, no. Dit is van jou. Ja. Zaken zijn geregeld. Mooi. Dus ja, nu ook. Dus hij zegt gewoon, dit is van jou, jij kan hiermee verder. Dus ja, ik doe de afdeling muziek, jij doet de afdeling media, entertainment. Je moet naar TikTok huurt bij ons, RTL, zo groot, SBS. Nee, ja, we zijn echt verder dan we... Mooi man. En dat is in een jaar. In een jaar. Ja, want ik ben al 4 jaar bezig. Ja. Maar dit is in een jaar, man. Hebben we dit opgebouwd, man. Lekker man. Ja man. Heerlijk. Top, hè. Ik heb nog steeds geen moer. Nee, maar komt wel. Tuurlijk. Als je gewoon door blijft gaan. Ja. Ik ook. Ik begon hiermee. Ik had wel een beetje geluk. Want ik had de eerste met El Ghazi voetballen. Mm-hmm. Toen kwam dat bij Jinek, weet je wel. Ja. Ze lieten een stukje, ze maakten een grapje, ze lieten dat zien. Dus toen. Die abonnees gingen ineens omhoog, dus ik had wel geluk met Jinek. Dus. Ja, maar dan bedank ik je. Een keer, je moet misschien daar aanschuiven, man. Ik zou aanschuiven, denk ik. Nee, doe maar niet, man. Zie je Jinek niet mooie vrouw? Ik vind Jinek wel een mooie vrouw, man. Ja, ze. Wel mooie ogen, hè? Ja. Maar jij bent nog jong, hè? Je bent 33. 35 bijna. Over een paar dagen ben ik 35. Wat ben je? Ja, man. Oh. Ja, 35. Ziet er goed uit nog. Dankjewel, man. Ja, maar jong nog. Je hebt hier geen rimpels en zo, man. Ik heb wel met je kanker, joh.
Ja, maar hoe oud ben jij nu? Ik ben 43. Ja, dat is niet veel ouder. Je hebt helemaal geen... Ja, ik heb een paar van. Ik heb ballen, maar dat is omdat ik veel werk, hè. Ja, ik heb veel werk. Jij maakt lange dagen, hè? Ja, lange dagen, maar lange dagen. Heb je wat tijd voor seks? Ja, anders trek ik gewoon, man. Ik ook. Dan ben ik snel, man. Ja, man. Ja, man, gaan, hup. Wat zoek jij op, dan? Wat is je categorie? Dikke reet. Een fat ass? Ja, fat ass. Ik ben gek op dikke reet. Ja, man, ik ben op... dik riding, man. Dat klinkt zo raar als ik het zo zeg. Dik riding, ja? Ja, maar gewoon, je weet toch dat je... Oh, ja, ja. Ja, man, dat gaat snel bij mij, man. Weet je wat ik wel fijn vind? Als een meid zo op je gaat zitten, dus blijf op haar voeten staan. En dat ze dan zo... Ja, want dan heb je die... Ja, maar dan voor de, als je kijkt naar die camerabeeld, bedoel je toch? Ja. Ja, dan heb je een goed... heb je goed zicht, man. Ja, man. Dat gaat snel, man. Spuug je of zet je vaseline? Nee, ik doe spugen. Ja? Ja, man. Jij? Een ruw gewoon, man. Ja, ik moet echt snel, man. Ja, want ik moet weer door, begrijp je? Ja, ik moet weer door, man. Ik moet weer door, man. Ja. En met seks dan? Doe je ook vaseline? Nee, man. Gewoon spugen op je zij liggen. Ze moet gewoon op je zij liggen, man. En dan gewoon slapen, man. Ja, ben jij ook zo? Wat is je sterrenbeeld, ouwe? Weegschaal. Je bent een weegschaal, jij? Ja, ram. Ja, ram, ja, toch? Ram. Ja, ja, dus op die zijkant toch? En dan, ja, even snel zo... Boem, boem, ja, gewoon... Dat rustig, schat. Ja, slaap lekker. Ik zie je morgenochtend. Ja, man. Ja, je denkt, ik maak een geitje. Mijn moeder mag achter elk geitje zit een seintje, man. Ja, 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 ja. Dit seintje is waar, man. Ja, ik hoor dat ook, ja, dat jij daar wel problemen mee hebt, toch? Als je, omdat je nu best bekend bent. Mm-hmm. Dat mensen dan... Dat je... afstand wil nemen of zo, omdat jij zeg maar in een andere level zit of zo. Ik zit dat ook... je dan denkt dat je arrogant bent of zo. Nee, want dat ben ik totaal niet. Nee. Totaal niet. Nee, nee. Ik ben overal, je kan me overal aanspreken. Kijk, wat het is, bijvoorbeeld, ik doe die, wat zegt je, trip afleveringen, toch? Bijvoorbeeld, ik check jou, ik zeg HBTV, ga checken en zie me hier met Andy. Oké, Andy, wat hebben we hier aan? Ik zeg, ja, ik heb deze versie aan, ik heb deze. Ja, ja. Ik ben iemand, ik sta in het publiek. Ik ben met de mensen. Ja, dus, ja, 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 ja. Ik ben niet een artiest, bijvoorbeeld ik treed op en ik blijf backstage. Nee, je toch, als je zo mij... ben ik ook niet, man. Ja, als je mij boekt, ik ben anderhalf uur in het veld, dan ga ik eventjes naar achter rusten, want ja, die moet nagaan. Iedereen praat in mijn oor, dus ook veel spuug, begrijp je? Iedereen is groot. Goudje, wow, je weet toch, gekke werk. Dus, maar ik heb wel een soort van level van, wat je net zegt, van een... Kan niet met iedereen, nee. Begrijp je? Nee, nee. Kan niet met iedereen, want nee. Ik weet waar ik vandaan kom. Toen ik iedereen ging checken, moet ik ook mee. Ja, 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 ja. Kijk, dat betekent niet dat ik dat moet doen, want ik geef heel veel mensen de kans. Ja. Die geef ik zeker op. Maar ik onthoud wel altijd, begrijp je? Ja, ja, ja. Je moet, je weet of, je, of je bent met me of je bent tegen me. Ja, ja, zo is het. Zo moet je ook denken, man. Lekker aan jezelf, denk aan je familie. Dat is het belangrijkste. Doe je wel, ga je nog stappen wel eens? Ja, ik stap wel, maar wanneer ik word geboekt, is niet. Het is niet dat ik denk van, hey, ik ga vanavond naar de club, man. Nee, nee, nee. Nee, dat niet, man. Want ja, ik doe die shows alleen in de club. Ja. Ja, ik doe ze alleen in de club. Ja. Dus ja, of op festivals. Dus ja, daar is al genoeg vibe, man. Nee. Hey, wat doe je dan? Rappen gewoon? Nee, ik rap niet, man. Ik interview mensen toch. Van bijvoorbeeld, geef je 50k, zou je dik in een glory hole zetten. Straks voor niks doen. Jij ja, voor een milli dan? Ik zou het voor niks doen. Ik zou gewoon rust steken. Ik zie toch niet wie het is. En ik voel je. Nee, nee. Hé, voel je niks? Nee, snor toch? Ja, maar net, ga wel door. Ja, maar 50% man, 50% vrouw, hè? Ja, maar ja. Snelle antwoord houden. Ja, dat wel. Dus je hebt ook glory, hoor. 50% man, 50% vrouw. Die 50k geef ik je gelijk. Zet je maar in of wat? Dan ga ik wel, als hij geen snor heeft, vind ik het wel goed. Dat kan je niet weten, ouwe. Je weet niet. Dat weet je maar niet. Je mag ook niet zien dan. Nee, het is toch een glory hole? Ja, weet ik wel. Ja, je gaat naar maar binnen. Maar achteraf ook niet van... Ja, achteraf zie je het. Ja. Maar dan heb je die 50k aangenomen. Ja, ben je gepijpt door een man. Nee, je houdt hem naar binnen, ouwe. Ja. Ja. In die hole. Ja. Oh. Nee. Ja. Dus, oh, dus niet pijpen, maar gewoon ook neuken gewoon. Ja. Oh. Nee, maar dat soort dingen vraag ik ze bijvoorbeeld. Ja, nee, ik dacht pijpen, man. Ik denk, nee, man. Wat gebeurt er, man? Oh, camera, die andere. Is altijd, die gaat ontploffen binnenkort, jongen. Die is heet, moet je eens voelen. Voelen. Oh ja, man, hoe komt dat dan? Ja, is hij ook gewoon zo gebarst?
Nee, die heb ik je laten vallen. Maar deze is niet zo warm, maar deze wel. Die is wel apart. Misschien dat die zon precies erop staat, hè? Kuddie. Maar je haalt ze wel weg toch als je. Ja, joh. Ja, rotering. I'm looking good, man. Ja, je looking nee, maar luister, bijvoorbeeld. Ik stel ook vragen als ze bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld diamantenkettingen, begrijp je? Dan test, kom ik met de diamond tester, test ik die diamanten. Met Joe Sylvia heb je gedaan ook? Ja, met iedereen, maar met Frenna, met de hele game. Zat er wel eens neppen bij? Ja man, Brian MG. Nee. Ja man, die ging rennen man. Je weet wie dat is toch? Nee. Jawel, met die grote BMG ketting. Oh, van BMG? Nee, hij had geen Brian, hij heette Brian MG. Oh. Dat is, maar dus op een gegeven moment had ik hem gedripcheckt. En hij peert hem, man. Ja, dat is kut. Dan had hij al die foto's weggehaald van zijn Instagram. Ik heb niks tegengenomen. Misschien kom ik om dit festival season, kom ik hem tegen. En dan zegt hij tegen me, nu moet je me testen. Ja, 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 dan zeg ja, ja. ik, my fucking guy. Lekker bezig, man. Ja, ja, ja. Maar je hebt die Swarovski's veranderd in diamonds. Begrijp je? En kijk, bij mij kan je zelfs kleren aannemen van de zeeman. Ja, maakt niet uit. Maar maakt niet uit, maar als je onze kinderen voor de gek gaat houden, bijvoorbeeld, ja, ik rook die VVS hier en ik zie dat bij jou, dan wil ik kijken of mijn kinderen kijken naar iemand die echt VVS draagt. Ja, 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 ja. En voor de rest maakt het mij niet uit, maar nee, als je zeeman aantrekt, dan ja, nee, joh, het maakt geen moer. Ja, man. Respect voor iedereen. Ja, dat toch? Is wat het is. Maar die aflevering zijn gewoon tof. Ik heb hier nog een pakje veel, man. Voor mijn eigen merk. Vijfstar rating is. Vijfstar rating. Is een L, is dat goed? Ja, maar L is goed, man. Ja. Kijk maar, als je een keer tijd hebt voor een foto, zou wel vet zijn, man. Tuurlijk, man. En ik dat eventjes posten op Instagram, dat zat je tekken. Zeker, man. Ja, top. Top, man, bedankt, man. Ik heb niks voor jou, man. Mag oh, trouwens, ik heb wel wat voor jou, man. Wat dan? OnlyFans is een meisje. Nee. Ik heb HB sokken voor je, man. Ja? HB sokken, ja, man. Heartbeat Studio sokken, ja. Ja, oh, top. Die ga ik je geven, man. Die zitten lekker, hoor. Okay. Die zitten heerlijk. Hou je een beetje van voetbal, nee? Jawel, man. Ja, bij Ajax zit? Ja, tuurlijk man. Lekker man. Hey, ik was echt een goede voetballer, hè? Ik was een goede linksbuiten. Ja? Ja? Ja, man. Ik heb zelfs nog met dinges gevoetbald, man. Met Kiki Moussampa. Nee. Ja, echt man. Noddy Walter. Ben je? Ja, man, echt man. Waar? Bij SC New Amsterdam, man. Ja, 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 ja. Ja. Hun deed toen daarna, na hun carrière, toch? Ja. Daar. Ja, 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 ik weet het. Ja, man. Ik heb met toch wel een lijpe gasten gespeeld. Noddy Walter was ook goed vroeger, man. Boah, ja, man. Die man was goed, jongen. Ja, linksbuiten. Was goed, hè? Snel. Ja. Kon scoren, jongen. Maar lieve jongen ook. Ja, zeker. En Kiki ook. Kiki, ja. Want ik kwam Kiki altijd tegen. Ik kom uit Arnhem. Dan ging ik met de trein. Dan kwam Kiki in Ede. Op de trein stapte hij daarop. En dan reden we. Hij zat al het eerste en ik was nog een jong boy. Weet je wel. Ik had zo'n Ajax-tas. Zegt hij. Heb je die tas gekocht of speel je echt bij Ajax? Wat zei hij dat tegen? Nee, ik speel bij Ajax. Maar hij zit toch. Kijk, bij Ajax zeg je toch altijd. Als je die Adidas bijvoorbeeld. Of die ABN Amro. Ja, 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 ja. ABN Amro. Ja, dan wist je dat je die echt had. Ja, man. Dan, ja, 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 ja. Ja, maar ik speelde met hun, man. En nog een paar andere toppers, hoor. En. Ik heb bij Fortjes gespeeld, man. Fortjes en Zeeburgia. Zeeburgia? Ja, man. Daar. In Monaco, ik speelde één keer en speelde ik in het team was de B1 ja. Van Zeeburgia. Iedereen werd prof van die team behalve ik, man. Iedereen ging naar BVO behalve ik, man. Hoe kan dat dan? Je was wild. Ja, kut, hè? Ja, ik zweer het je. Iedereen ging weg, man. Maakt niet uit. Kijk waar je nu bent, jongen. Ja, zeker, zeker. Gewoon relax, toch? Het is gewoon zo, het komt zoals het komt. Zeker weten. Het leven. Dus, en nu ben je er ook, man. Ja, nog steeds. Ja. En zometeen komen we hier weer op de blok. Dan moet je... Hoe rij jij op de blok, eigenlijk? Hoe, op de blok? Ja. Weet je wat? Nee, ik heb gewoon wielen. Ja, man. Maar je komt nooit op de blok, zeg maar. Nee. Kijk, als je op de blok komt, moet je eigenlijk. Hoe gaat die achteruit? Zo. Ja? Kijk, eigenlijk moet je laag, begrijp je? Oh. Ja, toch? Want als je op de blok komt, moeten die mannen zien van hé, hey, goudjes met Andy, je weet toch? Oké, gaan we zo. Dus de man. Kijk, die auto kan waarschijnlijk 250, maar nu moet je gewoon 4 rijden. Gewoon 4. Oké, 4 kilometer per uur. 4 kilometer. Je rijdt hem gewoon rustig, relaxed. Juist. En wanneer je die mannen ziet, moet je gewoon alleen die nonchalante aan het gooien. Boom. Okay. Ja, dus hoe ga je hem gooien? Ja, toch. Hey, waar zijn die gasten? Ja, zometeen daar voor de deur, begrijp je? Dus dan ga je die gekke dingen doen? Nee, geen gekke dingen. Je doet gewoon alleen dit toch. Maar ik zeg, hey, oh Fadji. Zo is die man van je. Zeg eens Andy, dan gooi je gewoon deze. Okay. Maar je moet laag, hè? Je moet laag. Nog lager? Ja, maar je moet wachten, want ik moet nog auto rijden. Ja, maar kan je dat niet? Rij je echt zo? Ja, maar dit is sowieso laag moet je rijden. Nee, kan je dat? Ik zie het toch? Nee, maar je moet laag, Andy, man. En je moet hem gooien.
Je moet hem gooien zo meteen in die hand. Ik geloof je. Ja, maar ik zie het vaker, die jongens die rijden zomaar. Ik kan zo niet rijden, hè? Ja, maar je zit nog hoog, vind ik, man. Ja. Nee, je moet ook niet je hand hier, je moet je hand hier. Oh, okay. Daarom is hij hier, dan kan je gewoon ondersturen, gewoon. Ja. Dan is hij laag. Yes, perfect, man. Wauw, man, welkom op de blok. Ja, man, dan ben je altijd gewoon. Als je deze gooit. Rechtdoor? Ja, rechtdoor. Orkanen, ja, industrieterrein, hè? Orkanen. Die orkanen. Kijk, eigenlijk kan je hem af voor hem gooien. Kijk, hij gaat hem gelijk begrijpen, zie je? I see. Begrijp je? Je bent op de blok nu. Kijk, als ik die geluid hoor, weet ze van hé, stevige mannen komen aan. Goddooi. Ja, man. We zijn wel weer. Ja. Je gaat wel even mee naar binnen, hè? Ja, tuurlijk. Wil je even laten zien, man? Zeker. Een sigaretje roken. Ja, toch? See, my fucking guy, kom maar nou maar Andy, man. Zo precies zo moet je hem gooien, man. De alle tijden, broer. De alle tijden moet je hem zo. Je bent op de blok. Begrijp je? Zeg je, hij vond hem cool. Ja, en dan gooit hem terug, man. Omdat je hem, kijk, als je hem zo gooit, is het fucked up, begrijp je? Nee, je moet hem gewoon echt precies hoe je hem zo deed. Dan hoef je niet eens laag te zitten. Deze is in Nederlanders. Daarom, wanneer je bedoelt, gewoon die. Kijk, maar je hoeft hem niet LLQJ te gooien, volgende. Kijk, jij gooit hem LLQJ. Ja, kijk, dat hoeft niet, maar Andy. Maar je hoeft niet die lippen te likken. Oh, broer. Doe ik altijd, automatisch. Nee, man. Ik zweer het. Kijk. Nee, dat is een tik van mij. Dan is altijd, ik heb altijd zo. Ja, maar niet wanneer je groet, toch? Nee, de volgende. Oh, hier, man. Ik stond hier. Nee, man. De hele tijd. Ik kon niet vinden. Je hebt zender, toch? Ja. Elke koetje. Ja, nee. I'm doing it, doing it. Andy Cool J. Nieuwe naam. Shit. Kijk, je kan hem gewoon hier zetten voor jouw speciale plek, man. Okay. Hier. Boom. Ja, toch, en dan. I see. We zijn er, man. Top.